Dag vriend en vriendin. Amai, dag. Hoe is het, jongen? Zie jij mij? Ja. Zie jij mij? Hoe doen we? Nu zie ik je. Ah, nee, nu niet meer. Nu niet meer. Zie jij mijn scherm nog, of niet? Ik zie beweeg, je, ja. Beweeg ja, ik nog een half? Ja, ja, ik heb beweeg. Ah, want ik zie je niet. Het is wat pixelig, maar je beweegt. Jij zit niet? Ja, ze zijn een stil scherm. Wacht, hè. Ja. Ja, nu wel. Maar ja. Je zit wel eens in het tegenlicht. Ja, tegenlicht. Wacht, kom dat weer dan wat doen. Plat is een beweging. Ja, doe ik nu. Ik doe van alles zelfs. Oeh, hoppla, dubbele salto, hoppa. Dubbele salto, hoppa, oké. Check nu WhatsApp. Ik heb een filmpje doorgestuurd. Wacht. Ik moet met een bril terug op zitten, want wat is dat hier nou weer aan me? Ja, ik moet dat groot zetten, hè. Wacht, ik ben hier om knoeien, man. Dat deden we aan mensen, hè. Ja, misschien kunnen we het in braille zetten. In braille. Ik ben mij nog niet aan het vervelen. Goh, ik hou me wel bezig, maar niet per se met heel nuttige dingen. Ik ga eerlijk zijn. En wat zijn dat dan voor onnuttige dingen? PlayStation, doe ik. Maar ik speel alleen maar FIFA, dus dat is misschien een beetje saai. En ik scroll heel veel. Dat vind ik echt irritant. Nee, ik heb buiten. Met mijn baan. Ja, al die... Ik heb buiten. De kapervaren moeten mannen met baarden zijn. Ja, voilà. Zeg, daarmee dat ik er ook geen heb. Hè. Ja, maar normaal heb ik een dikkere. Waar is hem naartoe? Ah, met dat stukje is uitgesteld, heb ik die terugkeurd gezet, hè. Op mijn telefoon, hè. Dus dit, hè. En dat is precies zo het enige manier op zo wat nog sociaal contact en zien waar iedereen mee bezig is, wat eigenlijk erg is, want ja, ik zou eigenlijk nu moeten genieten van de rust. Het is verplaatst naar volgende zomer, hè. Ja. De Weekend Cowboys. En ik had er zo in een uitgekeken, maar ja, als ze... Ja, ik denk dat het bij velen een jaartje is uitgesteld. Hè. Dus, samengevat, je speelt PlayStation en je zit op je gsm. Ik doe nog andere dingen, hè. Goed gesprek, dankjewel, Michiel. Ciao. Ja, jij wou mij bellen, man. Ik kook wel een beetje. Aline leert me zo wat koken. Want ik kan wel eerlijk zijn, ik ben echt een afschuwelijk slechte kok. En Line leert mij wel wat koken, dus dat is wel goed. De ronde geldt dat bij ons te eten en wij nooit bij u. Dat is wel waar. Wat doe je dan al? Ja, ik denk zoals iedereen een beetje de lentepoets gedaan en een beetje geordend. En ik ben hier nu zo wat bezig, archief en zo. Ik heb hier een volledige doos met stukken, allez, stukken die dat ik allemaal gespeeld heb. Die dat ik allemaal eens op... Ik wou het juist zeggen, dat zal een klein doosje zijn. Ik ben nu wel een beetje zo wat, terug wat teksten aan het schrijven. Dat ga ik doen. Voor liedjes. Daar ben ik vandaag mee begonnen weer. En ik heb wel echt al een leuke tekst geschreven. En ik moet het jaarthema-lied voor Okra schrijven. Wel, dat is zo'n overkoepelende organisatie van allemaal gepensioneerde mensen. En... die doen van alles, allemaal activiteiten. En die bestaan 65 jaar in 2021. En die hebben gevraagd of ik daar een lied voor wou schrijven. Dus dat doe ik. Ik weet dat Michiel een hond heeft, een hele mooie, een Australische herder, zei ik op zijn Instagram. En ik vraag mij af, want ik merk dat nu, dus ja, ik heb nog nooit zoveel tijd doorgebracht met mijn hond dan voorheen, want we zijn nu continu samen. En ik vind dat heel leuk, maar ik vind ook wel een beetje een uitdaging, want alles wat ik doe, die is daarbij en die vraagt heel veel aandacht. En dus ik vraag mij af of Michiel daar, dat hij dat ook voelt, dat hij zich nu moet aanpassen aan zijn hond of andersom, om nu echt 24 uur op 24 uur samen te leven. En omdat hij speciaal andere dingen doet met zijn hond. Meer wandelen dan normaal, of spelletjes uitvinden, of hoe dat hem die eigenlijk bezighoudt. En of dat hem dat leuk vindt, of net vermoeiend. Dat vraag ik mij af. Zo. Zijn bijvoorbeeld een deze hier. Kun je die zien?
In Shock. In Shock. Dat is een thriller. Ja, dat is Antwerps theater, ja, inderdaad. Dus al de stukken, ja, ik denk dat ik hier ongeveer 40 à 50 heb die dat ik moet digitaliseren. Dus, alleen die stonden wel. 40 à 50, man. Wauw. Ik denk, ik schat dat zoiets ongeveer, ja. Ik word al een tijdje mee, zeg. Ik ga wel al een tijdje mee, maar dat zie je ook wel, hè? Nee? ja, het is zo dat nu hebben we veel meer tijd voor onze hond. En die is er altijd bij, dat klopt. Maar ik vind dat heel leuk. En ik maak er ook gebruik van om die daardoor heel goed te trainen, bijvoorbeeld. Want ik vind het superbelangrijk dat een hond goed getraind is. Als ik ermee ga wandelen op straat, moet zij bij een zebrapad gaan zitten. En pas als ik zeg en go, dan mag zij gaan. En dan krijgt zij een snoepje. Als wij gaan wandelen, doen we dat meestal zonder de leiband. Maar dan zo met snoepjes bij mij. Zodat als ik zeg aan de voet, dat ze echt bij mij bij mijn voet blijft en zo. Soms super frustrerend, want soms luistert ze echt geen bal. En dan word ik echt gefrustreerd. Maar ja, je kunt er niet kwaad op zijn, want dan komt hij met zo van die puppy-oogjes terug naar u. Maar wij wandelen wel veel meer dan ervoor. Een Australische herder heeft wel sowieso veel wandeltijd nodig. En veel rennen. En dat doen wij wel veel. Wij proberen zeker 3 keer per week 10 kilometer te gaan wandelen. It's quiz time met Luc Verhoeven. Alright, first question. Who released the album Jagged Little Pill in 1995? En 4 mogelijkheden, Nathalie Imbruglia, Sheryl Crow, Alanis Morissette of Sarah McLachlan? Ik had zeggen, Luc, Little Morissette. En het is juist. What fun group had a hit with Le Freak? Earth, Wind & Fire, Chic, Electric Light Orchestra of the Doobie Brothers? Is dat Chic? Uiteraard. Weer! Which of these is a 1996 single dance phenomenon by Los Del Rio? Camino de Rosas, Quien, Macarena, Señorita. 96. Señorita. Nee! Alleen Mike. Macarena. Mijn omaatje, die had problemen met haar hart. Dus die is naar het ziekenhuis geweest. Want ze zeggen ook altijd dat je... Ook al heb je hartproblemen en zo, ga maar gewoon naar het ziekenhuis. Want het kan zijn dat het ook geen corona is, maar wel iets anders erg. En ze had problemen met haar pacemaker en water in haar longen en zo. En ze hebben haar voor de zekerheid ook getest op corona en zij heeft dat ook. Dus dat is echt kak nu, want nu wordt zij naar de corona-afdeling gebracht in het ziekenhuis. Er mag geen bezoek, ze mag niemand anders zien. En ineens wordt dat zo'n... Een wel dicht bij je bed ding, in plaats van een ver van je bed show. Het ding is alleen, van wie heeft ze dat, hè? Want mijn mama ging er af en toe boodschappen brengen en zo. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze het misschien van mijn mama heeft. Maar die woont nog samen met mijn papa, mijn broer en mijn zus. Dus ja, dan begint het, hè? Dan kun je beginnen tellen, hè? Dus daarom is het echt superbelangrijk... Dat je de ketting niet verbreekt. De ketting van je omgeving, met wie dat je bent en waar dat je zit, die moet je echt respecteren. Dus niet zomaar met iedereen gaan wandelen of ja, maar we blijven op afstand. En... Ik geloof daar niet in. Je moet echt even door die zure appel, denk ik.